Ja, vrienden in Rotterdam. Ja, jullie zijn natuurlijk chagrijnig nou. Ja, dat begrijp ik. Ja. En toch wil ik jullie even een paar gedachten meegeven voor het slapen gaan. Ja, want hoe kan het nou zijn dat je denkt als club, ik doe mee bij de top, en dan bijvoorbeeld een Karsdorp, die kan je niet eens opstellen. Die is dan alweer geblesseerd voor de zoveelste keer. Dus die is er dan gewoon niet bij. Dat is er dan bijvoorbeeld één. En zo'n Leroy Fer, die weet zelf niet eens, geloof ik, dat hij uit vorm is. Leroy, je bent uit vorm. Dat geef ik jullie maar even mee voor het slapen gaan. Want wat denk je van Berghuis? Hé, die is er ook al een hele tijd niet hoor. Die geeft heel totaal niet thuis. Dus hé, ja, dat. En dan denk je dat je maar eventjes meedoet in die Europa League of zo. Nee, natuurlijk niet. Natuurlijk niet. En dan heb je nog die I of IE of weet ik veel. En die denkt dat die gewoon zo. Hup, die bal moet wegtikken. Halve garen. Ja. Die heb je dan ook nog eens een keer in je verdediging staan. En dan heb je nog als. Als klap op de vuurpijl, want daar hoor ik ook niemand over. Dan heb je een spits bij je topclub. Maar die kan niet meedoen op kunstgras. Haha, nou zeg! Bij welke club is dat dan? Waar is dat dan? Dus ik bedoel maar, als je al die dingen bij elkaar optelt, dan denk je toch bij jezelf, nou ja, gooi het maar in mijn pet. En zo moeten jullie ook even denken, daar bij Feyenoord. Gooi het maar in mijn pet en ga gewoon vanavond, maar gewoon lekker slapen.